Welkom bij Barbecue Brommer. Mijn naam is Rinus Poot en ik ga jullie proberen een beetje inspiratie te bieden rondom de barbecue. Ja, vuurvrienden, met de kerst voor de deur wil je natuurlijk een lekker recept en een beetje inspiratie. Vandaag dus geconfijte short ribs. En deze zijn dan weer aangevuld met een lekker peerpakketje. Ga lekker zitten, vat een bakje koffie. Het is weer zondagmorgen. Barbecue is what we do. Zo, die kan even hier. Het winterse gevoel is weer begonnen. We hebben een kerstfeertje neergezet, want het is natuurlijk bijna kerst. En dan moeten we natuurlijk nadenken wat we gaan doen. En dan kun je hele moeilijke dingen maken, maar je zit ook altijd een beetje met die tijden. En nou dacht ik bij mijn eigen, weet je wat we eens gaan doen? Iets zodat je in ieder geval kunt zorgen dat je gewoon mee kan eten en niet achter een barbecue hoeft te staan, net als andere jaren. Al die stukken steaks en al die moeilijke dingen. Nee, we gaan vandaag een heerlijke short rib confijten. Oh, even de handjes opwarmen, want ik moet natuurlijk zometeen aan het koude vlees zitten. En dat moet je niet willen, dus even lekker warme handen. Goed, dan heb ik hier hele mooie short ribs van het ras Rubia Calega. Dat is een Spaans ras, heeft een hele kruidige smaak en een lichte, ziltige smaak. En dit wordt in Spanje al heel veel gebruikt, dus echt serieus lekker. Kijk maar eens even naar de marmering en hij ziet er vrij netjes uit. Ik denk dat de vetkap die erop zit, die we er gewoon lekker op laten zitten. Dat geeft straks alleen maar meer smaak. Tijdens het eten hoef je dat niet op te eten. Je mag er dan rustig gewoon van afsnijden, helemaal geen probleem. Maar goed, we hebben natuurlijk eerst dat we hem moeten pekelen. En dat doen we omdat hij dan malser wordt. En dan pakt hij van binnenuit wat meer smaak op. En we gebruiken daarvoor onze Olbrijn Color. En dat doen we omdat hij dan in het traject, waar we straks dus best een lang traject, in ieder geval geen bacterievorm krijgen. En die geeft een beetje een roze tint aan je vlees. Kijk eens aan, zetten wij de Dutch oven hier neer en scheppen wij hem vol met ons ganzenvet. En dan vraag je je misschien af, confijten, wat is dat nou eigenlijk? Nou, dat is eigenlijk een hele oude methode om je vlees te vermalsen en te conserveren. Dat deden ze vroeger heel vaak. Dan maakten ze gewoon hele grote pannen vlees en ganzenvlees. En dan ging dan eigenlijk gewoon op het fornuis langzaam gegaard worden. En wat je dan kunt, dan kun je dus eigenlijk gewoon maanden bewaren. Dus elke keer zet je hem nu weer op en dan kun je gewoon weer opwarmen. En dan heb je gewoon weer een lekker maaltje. Kijk eens aan, dan gaan we het vet even smelten en dan mogen er zo wat verse kruiden weer in om hem nog verder op smaak te verrijken. Maar goed, dan moet hij eerst wel iets gesmolten wezen. Zie, dan kunnen we nu gelijk verder waar we gebleven waren met de short ribs. Ik heb ze ondertussen dus uit de emmertjes gehaald. Ze hebben dus een hele nacht overgestoken in onze brine. Nu gaan we ze dus gewoon droog dippen. En dan zometeen in een lekkere rub zetten. En ik was van plan om ze lekker in de SPG te zetten. Rondom, helemaal, als ze droog gedipt zijn dus. En daarna gaan ze dus gewoon even op het rooster. En dan grillen we ze aan tot ze een beetje kleur krijgen. En dan mogen ze straks bij de pan in. Maar de pan moeten we nog op smaak maken, hè? De pan met ganzenvet bedoel ik dan. Kijk eens aan, dan leggen we het vlees even hier neer. Dan kan het in de luwte van het vuur al lichtelijk opwarmen. Kijk, die is mooi op temperatuur. Dan gaan we nu de pannen voorzichtig inzetten. Even een doekje eromheen. Hij stond mooi op 80 graden. Wees wel voorzichtig met het terugplaatsen van die pan en dat vet erin. Want het is natuurlijk gewoon net benzine. Dat is zo brandbaar als maar kan. Dus dan gaat gewoon voorzichtig op het rooster. Oh ja, dit zijn de kruiden die we gaan gebruiken om het ganzenvet te verrijken. Hier een klein bundeltje tijm. 5 tenen gepeste knoflook, althans grof gesneden. 4 takjes rozemarijn en een takje oregano. Oh ja, en ook nog 6 kleine uitjes. Ha, lekker warm. Dan wordt het nu leuk. Dan gaan we nu lekker grillen. Kijk, die zien er mooi uit, die zijn mooi op kleur. Dan gaan we ze nu even opknopen met een slagerstoutje. Dat doe ik omdat het vet opgezwollen is. Dan wordt ze gewoon te dik en dan zitten ze straks niet ondergedompeld in het ganzenvet. Dus we binden ze rustig op, gaan ze beide pannen in en dan kunnen we ze rustig doorgaren op 80 graden. Hey, ja, zijn we weer. We zijn ongeveer een uurtje of 5 verder. De short ribs staan lekker door te pruttelen. Die zijn eigenlijk al helemaal boterzacht. Lekker, lekker, lekker. In je bak is dus. Dan gaan we dus naar de volgende. We gaan dus de peer maken. Wat doen we nou? Die schillen we eigenlijk gewoon helemaal rondom kaal. En snijden het kontje af, zodat hij mooi rechtop kan staan. Dan nemen we bladerdeeg en die snijden we in fijne reepjes van een centimeter breed. Daarna nemen we bacon en die snijden we dus ook in een centimeter breed. Dat rollen we samen op als een wokkel of een twister. Net hoe je het noemen wil. En dan zetten we de peer even in een basic all-purpose rub.
heerlijk. En dan wordt hij een beetje hartig van. Dan gaan we natuurlijk daaromheen onze wikkel of twister, net hoe je het noemen wil, helemaal heen rollen. Zodat je bovenaan bent. Als je dat gedaan hebt, zetten we hem dus op het papiertje. Eens even kijken, heb ik even een blokje hout er weer op gegooid. Zie, dan heb ik ondertussen de peertjes klaarstaan om in een gekluts uit te kwasten. Dit doen we rondom, want dat geeft een mooie bruine kleur. En dan mogen ze natuurlijk op het rookpapiertje zo de barbecue in. Dan staan ze ondertussen natuurlijk lekker te garen. Wat ik altijd doe is een beetje opletten dat je niet te dicht op dat vuur zit. Zodat je rookpapiertje in ieder geval niet in de fik vliegt. Een beetje draaien en een beetje goed opletten waar die warmte zit. Zodat je ze mooi goudbruin hebt rondom. En stapel zeker je vuur ook goed hoog, zodat je in ieder geval bovenin die peren ook die hitte krijgt om de bladen tegen te garen. Ja vuurvrienden, als het dan op bepaalde plekjes nog niet helemaal op kleur wil worden bij je peer, dan pak je gewoon je houtskool of een stammetje wat goed heet is. Dat hou je dan dichterbij. En dan kun je gewoon eigenlijk heel simpel dat deeg even een tikje geven waar je het hebben wil. Kijk eens aan, dat is allemaal mooi gaar. Dan gaan we nu in ieder geval een heel vreselijk lekker kerstperieltje neerzetten. En beginnen we met dit mooie pronkstuk, ofwel de kerstboom, en dat is dus de peer. En hieromheen gaan dan onze in ganzenvet geconfijte short ribs. En om het geheel nog even extra te verrijken, bedruipen we het iets met ganzenvet. Met wat van die boterzachte uitjes erbij. En om deze boel een beetje aan te kleden gaat er overheen natuurlijk een klein beetje konijnenvoer, ofwel peterselie. En om een pitje erin te creëren en natuurlijk wat kleur, gaat er een fijn gesneden pepertje eroverheen. En dit is voor mij dan het kerstreceptje 2.0 met geconfijte short ribs, een overheerlijk peerpakketje aangevuld met bacon en bladerdeeg voor het zoutje, natuurlijk fijn gesneden peterselie en een pitje van een rood pepertje. Ja, dit is het hoor. Gaan we even proeven. Hoppakee, in de bak is ermee. Oh ja, in de video van vorige week hadden we een heel leuk pakketje die je kon winnen. Samengesteld door de Fire Station. En die is gewonnen dus door Dennis van Veen. Gefeliciteerd. Ga jij maar lekker samen met je vader op jullie nieuwe Bassett barbecue, jongen. Stuur even een berichtje via barbecuebron.nl en dan reageren we daar vanzelf weer op. Dankjewel. Oh. Oeh. Gefeliciteerd. Oh, wacht even. Dankjewel en gefeliciteerd. Super lekker vlees. Wauw. En dan wordt dat aangevuld met dat ganzenvet. Niet normaal, joh. Dat is boterzacht. Ja jongens, ik hoop in ieder geval dat jullie genoten hebben. Het zit er weer op voor deze week. Ik zie jullie graag volgende week weer terug. Net als elke week zeggen we dan hashtag verrekte lekker. Abonneer even als je het interessant vindt om hier even lekkere dingen te krijgen. Een beetje honger en af en toe een winactie. Zeker leuk. Dan zie ik jullie graag volgende week weer terug om 9 uur. Tot volgende week. Hey jij daar. Kom je volgende week weer even kieken? Dan bedenk ik was het lekkers voor jouw bakkers.